Goedenavond. De ziekenhuizen van Zuiderland in Heerlen en Sittard, Geleen, liggen zo vol dat een aantal operaties voor vandaag is afgezegd. Een deel van de bedden wordt bezet gehouden door patiënten die er niet horen. Ouderen die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar nergens anders terecht kunnen. We krijgen de patiënten gewoon niet meer teruggeplaatst. Daardoor liggen er op dit moment hier 30 patiënten die eigenlijk naar huis zouden moeten of naar een verpleeghuis. En die leiden tot opstopping hier in huis. Voor de ouderen is er thuis niet genoeg hulp. De verzorgingshuizen zijn afgeschaft en ook de verpleeghuizen zijn vol. We hebben zelf nog 19 andere locaties, zowel hier in deze regio als daarbuiten. En die liggen ook vol. En er zijn ook ketenpartners, andere zorgorganisaties, en die liggen ook vol. Heel Limburg ligt vol. Er werd al langer gewaarschuwd voor deze ontwikkeling. Zometeen een reportage en een studiogesprek over de verkeerde beddenproblematiek. De nijpende situatie in ziekenhuizen en verpleeghuizen in Limburg. Spoedeisende hulp, hoe schrijnend is de situatie hier? Helaas is de situatie bijzonder schrijnend. We hebben te maken met een enorm beddenprobleem, waardoor wij mensen die hier via de spoedstroom het ziekenhuis binnenkomen niet kunnen opnemen, omdat we simpelweg de bedden niet meer hebben om die mensen fatsoenlijk te kunnen behandelen. Dus we kunnen ze hier op de spoedeisende hulp een eerste behandeling geven, maar vervolgens kunnen we de uitstroom naar de verpleegafdeling niet meer garanderen, omdat er simpelweg geen bed meer is. Het gaat vooral om oudere patiënten inderdaad. Hele zieke patiënten die hartproblemen hebben, cardiologische problemen, longproblemen, interne problemen, vaak een aantal zaken tegelijk. En die komen doodziek op de eerste hulp binnen. Die worden hier behandeld. En dan willen we eigenlijk zo snel mogelijk weer afscheid nemen van de patiënten. Ze moeten naar huis? Ze moeten naar huis of naar een verpleeghuis. Want de verzorgingstehuizen bestaan niet meer, zoals u weet. En we raken ze gewoon niet meer kwijt. We kunnen ze niet op straat zetten. Dus dan blijven ze hier liggen terwijl ze hier niet meer horen. En dan verstopt het hele huis. Daar is het ziekenhuis. Het ligt helemaal vol. En dit is een van onze verpleeghuizen. Ook helemaal vol. Kortom, we hebben wel een probleem. Wij liggen chockvol met alleen voor deze locatie 20 wachtenden. Alleen maar wachtenden? Wachtenden op de wachtlijst voor deze locatie. Ja, dus met andere woorden, de mensen uit het ziekenhuis kunnen hier niet terecht. Hebt u misschien andere locaties waar een plekje is? Nou, we hebben zelf nog 19 andere locaties, zowel hier in deze regio als daarbuiten. En die liggen ook vol. En er zijn ook ketenpartners, andere zorgorganisaties, en die liggen ook vol. Heel Limburg ligt vol. Wat wij zien is dat het aantal spoed- en crisisplaatsen heel erg toeneemt. We hebben 90% van al onze plaatsen, en we hebben 1400 bedden, zijn spoed- en crisisplaatsingen. Mensen die niet langer thuis kunnen blijven wonen en die echt een beroep moeten doen op onze verpleeghuiszorg. Hiernaast ligt een prachtig verpleeghuis. Ja. We zijn er even geweest. Vol. Ja. Ja, en hij heeft voorlopig geen plaats ook. Nee, ik heb van de week alle ziekenhuiscollega's in de provincie gebeld en een aantal verpleeghuiscollega's. En er is nergens meer een bed leeg. En dat betekent dat we toch met een serieus, bijna zorginfarct, dat is een beetje een zwaar woord, maar dat we toch met een serieus probleem zitten. En de winter moet nog beginnen. Als er een griepgolf komt, waar oudere mensen vaak ook weer het slachtoffer van zijn, ik moet er nu niet aan denken. Ik zou echt op dit moment niet weten hoe we dat moeten aanpakken. Maar ze moet laten. Ja. Hoe erg maakt u het mee? Bijzonder schrijnende situaties. Mensen die met thuiszorg thuis verblijven, met overbelaste mantelzorg, die gaan in een thuissituatie 's nachts, waar er verder geen controle is, omdat de thuiszorg maar 3 keer per dag komt, vallen ze tijdens toiletgang. Vervolgens liggen ze de hele nacht op de grond, in het ergste geval in hun eigen ontlasting. En vervolgens komen ze de volgende ochtend per ambulance naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. En dan hebt u geen plek. En dan hebben wij geen plek. Dat is helaas de conclusie die we de laatste dagen moeten trekken. En dat betekent dus dat we die patiënten zullen moeten overplaatsen naar omliggende ziekenhuizen. Maar de afgelopen dagen was ook daar de situatie dusdanig dat er ook geen plaats was. Voor de duidelijkheid, het gaat over mensen die niet naar huis kunnen. Dat betekent dat er ook thuiszorg hier niet geïndiceerd is. Het gaat over mensen met dementie of mensen met ernstige chronische somatische klachten die naar een verpleeghuis moeten. Maar als die straks tijdens de kerstdagen over de drempel struikelen of van het trappetje vallen, kunnen ze er niet in. Dan moeten ze in het ziekenhuis blijven totdat wij plek hebben. Maar we laten mensen niet buiten staan. We zorgen altijd dat ze zorg krijgen. En dat leidt dan af en toe, en dat is heel vervelend voor de patiënten, tot opstopping. Nou, is de bedoeling dus dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen? Alleen in de praktijk blijkt dus dat op het moment dat het misgaat, dan kan je nergens terecht en wordt het een megaprobleem. Is dit handig beleid?
Ja, is het handig beleid? Het is een ad hoc beleid en daar hebben wij ook last van. En last but not least, de cliënt heeft daar last van. Dus dat betekent dat wij ook heel graag structurele oplossingen hiervoor willen. Ik blijf herhalen, samenwerken aan de ene kant en je zult moeten uitbreiden in de plekken. Want vergrijzing neemt toe. Dat betekent dat de ernst van de problematiek en de complexiteit van de problematiek toeneemt. En er is dus steeds meer vraag naar verpleeghuiszorg. Ja, bij ons Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Ferenso, de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde. Welkom. Bent u verbaasd over deze situatie in Limburg? Nou ja, verbaasd was ik niet toen ik het hoorde, maar nu ik het filmpje zie, vind ik het eigenlijk nog wel schrijnender dan ik had verwacht. Dat het zo erg is. Dat, waar zit dat in? Waar schrikt u het meest van? Nou ja, dat, dat je echt zegt van nou, de hele regio ligt vol, operaties afgezegd moeten worden, is natuurlijk vreselijk schrijnend. Ja. Ja. Waar gaat het nou mis? Ja, ik denk dat er toch onderschat is hoe kwetsbaar de mensen zijn en hoe snel het dus mis kan gaan. Eigenlijk is dat hele gedachte van zo lang mogelijk thuis is misschien toch iets te licht opgevat. Dat kan dan alleen heeft u het maar over het kabinet. Ja, we hebben denk ik te snel bepaalde faciliteiten zoals het verzorgingshuis afgebouwd. En daar niet de juiste uitbouw van, bijvoorbeeld verpleeghuizen of kortdurend verblijf tegenovergezet. En ook bijvoorbeeld nachtzorg of de thuiszorg, die kunnen dat toch niet leveren. Dat wat wij in het verpleeghuis leveren, dat kan je niet zomaar 1, 2, 3 thuis leveren. Ja, dus u werkt zelf als arts in zo'n verpleeghuis. Ja. We zien nu de situatie uit de hand lopen in Limburg. Waar loopt u zelf tegenaan? Herkent u ook de problemen die u hier ziet bij uw eigen praktijk? Nou ja, we hebben eigenlijk al in 2014 aangegeven dat het afbouwen van die verzorgingshuizen zo snel zou kunnen leiden tot een soort van draaideur ouderen bij het ziekenhuis. Steeds in en uit het ziekenhuis. Dus vanaf die tijd roepen we ook al van zorg nou dat dat langzamer gaat. Doe daar nou voorzichtig mee, want dat levert schade op. We zien dat in de praktijk nu nog steeds. Inderdaad, net zoals de mensen zeggen, de meeste mensen die in het verpleeghuis worden opgenomen zijn crisisplekken. Dus mensen die, ja, het gaat echt niet meer thuis. Hoorde dat laatst ook bij de spoedeisende hulp. Het gaat niet meer thuis, dan kom je op de spoedeisende hulp. En dat is jammer. Niet alleen voor de mensen zelf. Of eigenlijk het ergste voor de mensen zelf. Want je wil eigenlijk niet dat mensen in een ziekenhuis terechtkomen. Maar het is ook nog eens heel erg duur. Want zo'n ziekenhuisbed is 3 tot 5 keer duurder dan een verpleeghuisbed. Dus je kan beter uitbreiden aan de verpleeghuiskant. Deze situatie in de ziekenhuizen laten voortduren. Ja, dus het is heel duidelijk. U zegt ook in uw eigen praktijk, het is niet alleen een probleem dat in Limburg speelt. Nee. Het is onderschatting door het kabinet om deze ouderenzorg te veranderen. Het is ook zo dat meer dan een jaar, ik denk 1,5 jaar geleden, erkende de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, erkende dit probleem ook en zei toen, ik ga een praktijkteam inrichten. Dus dat betekent niet zozeer meer geld, maar dat team moet het oplossen. Heeft dat helemaal niet geholpen? Nou ja, kennelijk moeten we dus de conclusie trekken dat het hier in ieder geval niet geholpen heeft en dat het probleem er dus nog steeds is. En wat gewoon heel erg belangrijk is, is dat we zorgen dat die bedden en die mensen er komen in die verpleeghuizen. Wij kunnen die zorg veel beter bieden dan het ziekenhuis. De plek waar die mensen nu terechtkomen in het ziekenhuis is ook gewoon echt niet de beste plek. Die zorg kunnen wij veel beter bieden in het verpleeghuis. Alleen dan moeten die randvoorwaarden wel goed zijn. En dat heeft ook wel te maken met geld. Niet alleen, maar toch ook wel. Ja, want dat praktijkteam, even voor alle duidelijkheid, daar zaten ambtenaren geloof ik van het ministerie in, die vooral met kennis en kunde en meer samenwerking en coördinatie het probleem zouden moeten oplossen. Hè? Ja, nou ja, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat we in die regio's, en dat moeten we denk ik gewoon regelen, dat daar kan de staatssecretaris ook al wat aan doen, dat we in de regio zorgen dat die bedden er ook komen. En niet dat het is nu heel erg afhankelijk van wie er waar zit of dat geregeld wordt. Dus we moeten gewoon zorgen. Maar wie moet daar dan uiteindelijk voor zorgen? Dus de politiek moet dat geld regelen? De politiek moet zorgen dat het geld geregeld wordt. En vervolgens moeten we zorgen dat die bedden ook er komen. Dus dat verpleeghuis dat zegt, ja, wij zitten helemaal vol. Wij willen bedden uitbreiden. Dus uitbreiding van de verpleeghuisbedden. Ja. Het kan zonder die verzorgingshuizen.
Nou ja, ik denk dat dat nog steeds een gemiste kans is. Dat hadden we denk ik niet moeten doen. Dus we moeten kijken, we moeten nu roeien met de riemen die we hebben. Dreigt onderhand wat er nu in Limburg gebeurt, waar het dan echt uit de hand loopt, dreigt dat ook echt op andere plekken? Ja, kijk, Limburg is natuurlijk wel ook echt veel verouderder dan andere regio's. Dus het is een voorloper. Maar uiteindelijk volgt natuurlijk heel Nederland. Dat is zeker zo. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst naar de studio. Nienke Nieuwenhuizen, dank u wel. Graag gedaan. Ja, minister Schippers van Volksgezondheid liet vanavond in een reactie weten dat zij de regionale overleggen acute zorg heeft gevraagd de knelpunten in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken. Voor de kerst stuurt de minister een stand van zaken naar de Tweede Kamer.